Zo, hallo allemaal, daar ben ik weer. We gaan weer verder met Feyenoord en we spelen thuis tegen Cambuur, de laatste wedstrijd van het seizoen. Nou, zoals je hier kan zien staan weer een aantal jonge gasten in, vooral op middenveld. Waarom? Gewoon even kijken hoe ze spelen, kijken wie we volgend jaar kunnen gebruiken en wie niet. Ja, de transferperiode zit er natuurlijk dus ook weer aan te komen. En ja, het is wel van plan om wat te versterken. Want we gaan natuurlijk Champions League spelen. En ja, met de huidige selectie zal dat niet veel soeps gaan worden, denk ik. Dus we gaan de selectie versterken. Oh, lekker paasje gelijk al. Jammer. Ah, halen. Dus dat gaan we doen. We gaan ook... Nou, volgende filmpje zal ik een soort van review van dit afgelopen seizoen maken. Met statistieken en zo. Voor degenen die dat leuk vinden, kan je dat kijken. En het is 1-0, maar hij wordt afgekeurd. Waarom sta je buiten spel, jongen? Ja, hij stond wel buiten spel. Zonde. Goed, we krijgen vast nog wel een kans. We've got the highest scoring team taking on the lowest scoring team in the league. On paper it does seem pretty cut and dried, but en dan gaan we voorzetje richting Gustafsson. Kan jij een beetje koppen, jongen? Nee, dat kan je niet. Jammer. Ja, wat is dit nou, jongen? Wat een kutpaas. Zo, die is op de brommer. Jee. Nou, ik ken hem nog. Goed bezig aan. Op rechts iemand misschien. Oh, Kramer. Wat? Jammer. Lekker jongen. Kutzooi. Wel eens een kut die inwarpen. Bijna nooit eer aan te behalen. Oh. Goed verdedigd. Oeh, net de paas. Hij is er langs en hij wordt gevloerd. Ah, fuck. Geen vrije bal en hij kan ook niet verder. Echt serieus. Bilal, waar de fuck ben je? Je bent nog geen rechtsachter, man. Kom op. Netjes. Nu dan. Yeah! Oh! Fuck, ik dacht dat hij erin ging. Ik wil deze wedstrijd toch wel winnend afsluiten. Voor het goede gevoel. Kampioen geworden. Weer thuis toch gewoon sowieso winnen van Cambuur. Kom op zeg. En het liefst met een beetje fatsoenlijke uitslag. Hoppatee. Scoring position. Are you serious? Goalkeeper comes out with a punch. Penalty! Yay! Daar hadden we nog niet genoeg van gehad. Nee, ik ga hem laten nemen. Klopt. Fuck. Ook nog mis. Het zit nog niet mee. Zelfs een penalty die er niet in gaat. Jongens, jongens.
Ik denk dat het mijn eerste penalty is die ik mis dit seizoen. Het is toch wel aardig wat gehad. Foutje de verdediging weer. Nee joh. Meen je dit nu? Echt. Jongen. Anderson. Kutbal. Weer niet, hè? Shit, joh. Nou, rust. Zeg het maar. Had toch wel minstens 1-0 kunnen staan. Maar nee hoor. Balletje wilde niet in. Gaan aanvallende spelen. Fuck it. High pressure. Wat verbeek jij dan? Ah, geblokt. This new technology does look foolproof and this was a tight call and I'm sure they've got it right, we can see. Well, they definitely have. I mean, down the years we've seen refs give these when it hasn't been over the line. Geen kopbal. Mogelijk. Cambu vindt wel best zo, geloof ik. Nu dan. Weer niet, hè? Gewoon op de paal weer, jongens. Het zit niet meer, ik ga wisselen. Ziyech erin. Kuit erin. Ja, is het Toornstra? Ja, ik zet Toornstra er gewoon in. Ik wil deze gewoon winnen, jongens. Kom op, zeg. Cambuur thuis. Ja, joh, laat hem doorspelen, man. Ze hebben de bal toch niet. Fuck it. Voordeel. Jongen, man. Wat doe je eraan? Heel. Anderson. Jose Izquierdo. Is buitenspel geweest. Kut. Het echt niet snel op gang genoeg. Niet snel genoeg op gang, hoe zeg je dat?
play between the two. Netjes. Nou, nu dan. Nu dan. Nee, weer niet. Dat kan er niet bij. Ah. Wat doen we er nou toch aan, jongens? Zeg het nou eens. Ah joh, dat toch voor heel wat. Moet hier wat te nuttig met die bal doen. De bal nu serieus de hele tijd rondtikken. Shit joh, hier kom je toch niet doorheen, man. The opponent off his stride. That is a cheap piece of play to give the ball away like that. And the ball's with Anderson. Seven more minutes to go. He's pinched it back again. Goeie bal. Nu dan. Oh. Serieus, jongens. Zo, lekker schot, jongen. Hij rot toch op, man. Laat ze nou gewoon lekker opschieten met die kutbal. Nou, nu dan. Wat een teringpaas, zeg. Jezus. Weer één. Nou, dit wordt niks. Nee. Echt, jezus. Wat een kut. Ja, wees blij. We hebben 0-0 tegen Cambuur gespeeld. Ja. Nou, dan wist ik al dat ik die gewonnen had. Nou, ik ben blij dat ze in ieder geval dat hun blij zijn. Maar ik niet. Zullen we naar de huldiging gaan kijken? Kijk ze feest vieren met z'n allen. We hebben 0-0 tegen Cambuur gespeeld, jongen. Bam. Yeah. Woe. Het kampioen waren, dat wisten we al. Ah, hier is de huldiging. Hij lijkt wel een beetje op de schaal. Congolo mag hem in ontvangst nemen. Maar hij was ook aanvoerder deze wedstrijd. Normaal had het toch kuit moeten zijn. Nou, daar gaan we hoor. Hey. Nou, wat een feest. Is er niet te geloven. Ik ga ermee stoppen. Ik zeg bedankt voor het kijken. Zoals altijd. En ja, mocht je nog suggesties hebben, laat het even weten. Drop even een like, want ja. De huldiging, dat is toch wel een like waard. Ik zeg bedankt en tot de volgende keer. Later.